je nu allemaal schrap. Want daar komt ie. De Paranoia Radio Show. Even kijken, 87, 89. We treffen onze twee langharige vrienden liftend op weg naar de stad Tanger. Maar in de buurt van Eindhoven besluiten ze het ouderlijk huis van een van hen te gaan bezoeken om daar wat geld te lenen. Even kijken, 87, 89 hier zo. We zijn er. Hey, kijk eens aan, mijn oude huisje. Het vogelhuisje staat nog in de tuin, hey, met je ziet. Niks veranderd, jongen. Hier, mijn buurman woont ook nog steeds. Van den Burg. Ja hoor, kijk maar, van den Burg. De brandende lichten, zie je. Ja, ze zijn nog op. Kom, we bellen aan. Zo, wie zullen we daar hebben? Verrek. Jan? Wat krijgen we nou? Je bent laat, joh. Nou, kom binnen. En wie is dat? Is dat je vriendin of? We kwamen even langs, hè. Ik bedoel, weet je wel, we zijn op vakantie, dus. Ja, stel me even voor. Je bent een vriend van mij, Barry. Dat is mijn vader. Bernard. Goed. Nou, ik zal maar Bernard zeggen. Goed. Nou, kom binnen, joh. Wie zijn daar? Vader. Ja, dat is Jan. Jan, onze zoon bedoel je? Ja, onze zoon, ja. Zie je Jan, we herinneren ons alle twee nog. Dat is leuk. Onze vrienden krijgen een gebakken ei te eten en gaan daarna over op een rokertje. Hey, yummy, hey. Man, hey. Smaakt, hè? Ook wel dat die spiegeleitje, weet je wel. Is die je joint straks van het na het eten altijd, weet je wel. Zo, joh. Leuk om je weer eens te zien, eigenlijk, hè? Wat verschaft ons eigenlijk de eer, dat vroeg ik me zo af. Een speciale reden nog om zo voor het eerst na, nou, wat zal het geweest zijn, 4, 5 maanden of zo, weer eens naar je geboorteplaatsje af te wijken. Toevallig in de buurt of zo, of zomaar op doorreis. Nou ja, de heren zijn zeker wat vermoeid. Ik heb zeker geen bezwaar tegen als ik mijn krantje er even bij pak. Blijf maar iets langer op dan voor de gezelligheid. Hoe is het met je studie? Zo, Jan, smaakt de spiegelei. En vertel eens, Jan, hoe was het nou en waar ben je geweest? En hoe zit het met de was? Heb je geen last van vuile was, Jan? Geef maar meteen hier de onderbroeken, hoor. Ik heb nog wel een sopje en daar doe ik ze dan wel in, hoor, Jan. En je haren, Jan, dat was vroeger nooit zo, Jan. Ja, vroeger was er wel meer niet zo. Zeg, wat doe je nou eigenlijk op zo'n hele dag? Zo in die stad. Daar heb ik nou geen idee van, hè. Ja, dat zal wel komen omdat ik zelf op de zaak zit van 9 tot 5, maar daar kan ik me moeilijk in verplaatsen. Soms nog met de rellen meegedaan, nog iets van gemerkt. Ik heb nog op de foto's gekeken of je erop stond, maar dat was niet zo. Maar ik neem aan van niet. Maar je studie, hoe zit het daar nou mee? Schiet een beetje op? Komt er al een beetje schot in met de tentamens? Hé, hey, dat is een lekker eindje, man. Nou, is wel goed, weet je wel. Zullen we even een beetje gaan roken nou? Was zin in een jointje, weet je wel. We steken even op, hè. Ja, neem maar even mij. Ze liggen ervoor, hè. Amerikaan of een Engelse? Virginia? Filter. Hij heeft zijn eigen merk altijd bij zich, hè. Dus, hoe gaat het nou op de zaak, pa?
Kan u de wekker op 4:30 zetten, mamaatje van me? Want we moeten namelijk toch weer verder een keer, hè? Dat is, ik bedoel, ja, hè? Hoe moet ik het nou zeggen, hè? We hebben dus nog een afspraak ergens. Met iemand met wie we afspraken hadden dus. Hè? En daar moeten we dus morgen weer heen. En wou je om 4:30 middags wou je alweer weggaan? Dat is wel een beetje vroeg, hè? Ik bedoel, zo vaak ben je hier ook weer niet. Half 5 ochtends eigenlijk. 4:30 ochtends? Ja. Wel ja, of zo. Nou ja, ik vind alles best. Ik vind het goed, is dat een nieuwe wetse gewoonte of zo. 4:30 ochtends opstaan. Vreemde mensen die dan toevallig je ouders zijn binnenvallen. Maar dan, nou, ik blijf wel op. Ik blijf wel op tot 4:30. Kan nog eens gezellig wat praten met mijn zoon. Het wordt nu tijd eens over geld te gaan praten. Pa. Zou ik misschien... je weet wel, hè? Dus wat geld kunnen lenen eigenlijk. Dus een week of twee of zo. Tweeënhalf. En dan... dan weer teruggeven dus, hè. Dus na zo'n 2,5-3 weken zo ongeveer. Zou dat kunnen misschien? Een paar honderd gulden of zo. Want Frankrijk is zo duur geworden, hè, de laatste tijd. Al spoedig blijkt dat de financiële onderhandelingen met Jans vader weinig uitzicht op succes bieden. Daarom besluit hij het maar eens met zijn moeder te proberen. Mag ik even mijn oude kamertje nog even bekijken? Ja, natuurlijk, Jan. Zal ik even meelopen? Ja, precies. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Zelf naar boven, hè? Met z'n twee. En dan praten we nog wat, hè, Jan? Ja. Hè? Ik heb je zo lang niet gezien. Jan verdwijnt met zijn moeder naar boven. Zijn vriend Barry en zijn vader in een wat moeizame situatie achterlatend. Jij nog iets van Feyenoord gezien? Feyenoord... Nee, meneer, ik vind het een beetje opgefokte bende, weet je wel, voetballen en zo. Sport is gezond. Waar is Jan er gebleven? Is die boven of zo? Meneer? Waar is Jan gebleven? Dat vragen wij ons ook wel eens af. En hoe staat het met de studie van Jan? Ik draai het nog maar een beetje, hoor. Waar woont jouw vader? Moeilijke vraag. Mijn vader... Dat zeg ik liever niet, weet je wel. Achtergronden doet er niet toe, weet je wel. Leeftijd doet er niet toe, weet je wel. Ik bedoel, een blauw, weet je wel. Ik bedoel, is te gek, hoor, vind ik. Kan niet vragen, weet je wel. Ga jij ook niet vragen van hoe oud je bent, weet je wel. Kan ik u ook niet vragen, weet je wel. Vind ik te gek gewoon, dat maak je niet. Ja, ik ga daar maar eens boven kijken, hoor. Ik weet niet wat die twee daar doen, of ze daar aan het kamperen zijn of wat ook. Hey man, het is in orde. Uit het thuispotje. Tof, hey. Ja. Hey, waar zijn de slaapzakken eigenlijk, weet je wel? In de gang, hebben we in de gang neergezet. Nou, pa, ma, bedankt. We gaan even een kroket trekken, hè? Dus, tot ziens. In het holst van de nacht? Er is altijd wel wat open hier in de buurt. En, als het zo was... Ja, wel honger, weet je wel. Ja. Nou, ma. Lekker klappert. Ouwe van me. Dag, tot ziens. Ja, tot ziens, hè, mevrouwtje. Jan, je komt toch nog wel terug, hè? En wil je soms nog een sinaasappel mee? Vader, breng ze nog even gauw een sinaasappel.
Maar dat was met een kortstondige vreugd, zeg. Nou, dan kunnen we eindelijk nog eens naar bed. 2:30 s'nachts. Godverdomme, het is wel een mooie boel. Begrijp jij dat nou? Ik begrijp daar geen barst van. Ik kan die jongen, ik begrijp niet wat hem beweegt. Wat dan is zo pop. Nou, ik ga naar bed. Dat was hem dan weer. Volgende week meer van de Paranoia Radio Show. Perhaps one day we'll meet again.